Ik viel een beetje van mijn stoel, moet ik zeggen. Volgens ons is het toch echt het beste voor Rotterdam-Zuid. En ook voor de Afrikanenwijk, als we dit wel doen. Gefeliciteerd, Ann. Gefeliciteerd, jongen. Het was voor veel mensen een daverende verrassing. De rechter oordeelde vrijdag dat een groep huurders in de Rotterdamse Tweebosbuurt niet hoeft te verhuizen. In ieder geval voorlopig. De bewoners zijn het er niet mee eens dat hun buurt wordt gesloopt en herbouwd met nieuwe en grotere huizen. Ik ben zo blij! Een pak van maat. Toch blijven de mensen achter de plannen nog altijd heilig geloven in hun idee. Zeker in deze wijk staan gewoon veel te veel goedkope woningen. En met te veel goedkope woningen bij elkaar is het heel lastig om kinderen een goede toekomst te geven. Om samenhang in een buurt te krijgen. Om veel mensen aan het werk te laten gaan die elkaar ook helpen als er wat is. En het is natuurlijk ook heel vervelend voor mensen als er iemand langskomt die zegt, ja sorry, maar uw huis gaat weg voor de toekomst van de wijk. Maar dat is nog wel steeds in ieder geval mijn overtuiging en die van het NPRZ dat dat toch het beste idee is. Rotterdam-Zuid zit in de lift, maar het moet nog beter. Werkloosheid, armoede, schooluitval, allemaal nog te hoog. Marco Pastors denkt dat de sleutel hem onder meer zit in een goed huis en een gemengde wijk van arm en rijk. Dit is zoals u het graag zou zien? Ja, dit is zoals het gaat worden. Hier zie je al een heel goed voorbeeld, waarin in het begin ook veel mensen het er niet mee eens waren. Maar hier zijn dus goede woningen gerealiseerd, waardoor mensen die de weg naar boven hebben gevonden ook in de wijk kunnen blijven wonen. Er wordt hier ook een nieuwe school gebouwd. Ook in de Tweebosbuurt versleten woningen. Kinderen die onnodig achterstanden oplopen. Mensen die onnodig in een uitkering blijven zitten. De mensen die zich verbeteren verhuizen weg. Ik geloof heel erg in de nieuwe Tweebosbuurt. Daar zetten wij ons ook voor in. En dat is lastig en dat doen we ook niet allemaal in één keer goed. Maar dat wil niet zeggen dat het een slecht idee is om het te gaan doen. En wil niet zeggen dat we het maar beter niet kunnen gaan doen.